Een hele goede middag op deze woensdag. Het is vandaag 10 januari. Ik ben klaargemaakt. Leuk dat je kijkt naar een nieuwe weekvlog. Hoewel het heel zonnig buiten is, is het evengoed gewoon 0 graden. Dan heb ik het gewoon weer ijskoud. Maar ja, ik ga zometeen toch aan de gang, want ik ga zo de woonkamer doen. Ik moet even het raam lappen, want er zit een afdruk van de zuignap op waar de ster aan gehangen heeft. Dus die moet ik even doen. En dan heb je ook gelijk de fondue spulletjes eraf. Nou ja, de walm zeg maar die daar aan is gekomen. Ik moet eigenlijk ook die lamp eventjes hier afnemen boven de tafel hangt. Maar daar kan ik zo moeilijk bij. Dus eigenlijk moet ik op tafel gaan staan, want de stoel is net klein. Dus dat moet ik ook even proberen. Gisteravond heb ik gewoon gekeken naar Goede Tijden en daarna De Winter vol Liefde. Ik zag alleen net op social media dus een bericht staan, wat dus al een beetje de afloop bij een van de kandidaten zou verraden. Maar of het waar is, weet ik niet, want het is soms ook wel een beetje fake nieuws. Ik heb even een spelletje gedaan. Toen heb ik de vlog verder afgemaakt. Dat is allemaal wel gelukt. Ik heb mijn foto's bewerkt. Ik moet even een paar nieuwe maken. Die waren niet mooi geworden. Toen ben ik mijn Netflix-serie gaan kijken. Het schiet al op. Vind ik echt jammer, want ik vind hem echt steeg goed. Daarna nog even CSI. Toen ben ik lekker nog even mijn boek gaan lezen. Ik heb mijn badjas aangetrokken in bed. En zo kon ik een beetje ontspannen lezen. Niet zo verkrampt. Het was heel fijn. Ik moet zo eventjes dingen opladen. De speaker in de douche, want die is leeg. En ik vind het altijd lekker om met douchemuziek te luisteren. Ik heb nog een was opgevouwen, dus dat ga ik jullie eventjes in meenemen. Een beetje met de was, want dat is ook een drama. Maar ik heb pakketjes binnen en die ga ik jullie eventjes laten zien. Verder heb ik ook niet zo heel veel. Oh jawel, trouwens. Ik kreeg een berichtje van mijn coach. Die kon niet komen morgen, wegens privéomstandigheden. Dus ik moet even boodschappen bestellen. Dus ik moet straks even boven kijken wat ik nog heb staan aan kruiden en vooral aan kattenvoer. Dat is altijd heel belangrijk. Dat vind ik bijna nog belangrijker dan mijn eigen eten. Want ik wil gewoon niet dat hun zonder eten komen te zitten. En dan moet ik even boodschappen bestellen in de hoop dat ze dat morgen of vrijdag kunnen komen bezorgen. Dus ik moet even kijken. Volgens de website is het voor 11:55 s'avonds besteld, volgende dag in huis. Dus even kijken of dat lukt. Dus dat. Dus ja, dan ga ik deze week niet zelf boodschappen doen. Op zich niet heel erg om niet de deur uit te hoeven met die kou. Ik loop even goed onder de brievenbus als er wat in zit. Maar ja, je wil ook gewoon zo snel mogelijk naar binnen, omdat het gewoon ijskoud is. Goed, ik ga even de pakketjes pakken. Dan gaan we die eventjes uitpakken. En dan ga ik gauw aan de gang. Pakketjestijd. Ik heb hier allereerst het pakketje van de Boosje Shop. Een roze doosje dit keer. Gewoon een bruine. Maar ik dacht, ja, het doosje gaat toch bij het oude papier. Ik zal jullie even iets zo neerzetten. De kerstkaartjes moeten er nog af. Ja, ik heb ook even zelf de trouwens gisteren aangetrokken. Want... Oh, ik had geen zin om naar boven te gaan. Er komt ineens een nieuwe collectie van Essence online. En ik had hier geen persbericht van gehad. Dus ik was een beetje verbaasd eigenlijk. Ze hadden hier ook nog een hele leuke lipstickhouder bij. Maar die was al uitverkocht. Dus eigenlijk wil ik nog kijken of ik die nog wel kan bemachtigen. Of in de winkel of ergens anders online. Dit is de Love, Luck & Dragons collectie. Dit is een lip and cheek tint. Deze die kun je dus voor je lippen en voor je wangen gebruiken. Heeft ook een naam. 01 Wild But Cute But Wild. Heel wild. Twee lipsticks. Naam 02 Dragon's Dream in Red. Dus een rode kleur. Oh, die zijn mooi. Kijk, ze zijn ook echt helemaal draken op. Wat mooi. Heel leuk. Ik had hier geen persbericht van gehad. Dus hij was ineens online. Dus ik had hem niet verwacht. En de 01 Energy Level Dragon's Like. Zelfde huls verder. Maar die ziet er dan zo uit. Ik vind het, dit is meer roze. Dus die. Dan hadden ze ook een liquid eyeliner in een gouden kleur. De naam hiervan kan ik gewoon niet echt lezen, want dat is zo moeilijk. Sparkling Weld, volgens mij, als ik het goed heb. Goud. Dan hadden ze ook leuke nageljuweeltjes, stickertjes. Dus die. En het laatste wat ze hebben is een hoogschaduwpalette. Schattig formaatje. Ik had hem iets groter verwacht. Naam 01 Follow the Dragon Sparks. Met deze kleurtjes erin. Dus super leuk. Ik ga hier ook alweer een video over maken. Maar ik hoop dus dat ik die
lipstickhouder nog kan vinden. Want die was ook wel echt heel erg mooi. Ik doe het gelijk even terug. Want ik weet niet wanneer deze precies in de winkel gaat liggen. Omdat ik dus nog geen persbericht heb gehad. Dan heb ik een pakket van de H&M. Ik had wat kleren in de silk gekocht. En ik probeer dit nu echt op een normale manier open te maken. Hun bestaan dus niet meer in plastic. Ook in karton tegenwoordig. En ik heb dus allereerst een heel leuk roze flesje gekocht. Wel leuk. Ze willen eigenlijk niks meer met plastic doen. Maar ondertussen stoppen ze de kleren nog wel in plastic. Krijg je niet eens normaal op een normale manier open, joh. Nou, hier zit hij. Nou, is gewoon niet te doen. Dat is dit vestje. Leuk roze. Het is een wat korter vestje met een heel leuk bont randje daar. Dat vind ik wel gewoon echt super schattig. Dus die. De camera is bijna leeg, dus ik hoop dat ik het nog even heb. En een hele mooie blouse. In het grijs, want ik hou heel erg van blouse. En dat is deze. Een soort satijnen stofje. Superleuk. Ja, heel mooi blouseje. Hoeft denk ik ook niet gestreken te worden, maar dat vind ik ook gewoon wel heel mooi. Ik zal het weer even terug instoppen. Wat was dat? Nu heb ik ook nog van de Lidl. Dus ik hoop dat de camera het nog trekt, want hij is echt bijna leeg. Ja, dat komt ook allemaal in plastic. Dan heb ik deze groene trui. Het is een maat XS. Ik hoop wel dat hij goed zit, want S was er al uit. Maar die moet ik gewoon eventjes passen. Dat kan ik straks nog wel even doen. Dan kun je er gelijk op zien of die goed zit. En dat is deze. Een heel lekker truitje. Hij ziet er op zich vrij groot uit. Ik denk wel dat ik erin kom. En dezelfde ook in het blauw. Kijk, dat is dan de blauwe variant. Ja, volgens mij valt die best wel ruim. Ik denk dat XS best wel kan. En ik heb ook nog een roze. En deze hadden ze ook nog in het nude. En ik zit dus in twijfel, want hij was afgekijkt of ik die misschien ook nog wil bestellen. Dus daar moet ik even over nadenken. Of ik die eventueel ook nog wil. Als ze hem dan nog hebben, zou ik hem kunnen bestellen. Maar dit is een leuke roze trui van het warme stof. Dus echt super leuk. Dus dit zijn de pakketjes. Ik ga nu even de camera opladen en dan ga ik gauw aan de gang. Even de trui gepast en hij zit eigenlijk prima voor een XS'je. Dus daar ben ik blij mee. Vanaf zaterdag zijn ze ook in de winkel te koop trouwens. Maar die S weet ik wel dat die past, want het ging even om die XS. Maar die zit eigenlijk, ja, eigenlijk ook gewoon prima. Best wel ruim voor een 32, 34. Dus ja, kan prima. Ik denk gewoon dat het een wat lager model is. Maar dan trek je je broek gewoon zo iets hoger op. Kijk. En dan valt hij er ook gewoon mooi overheen. Dus helemaal blij mee. Vanaf zaterdag dus in de winkel verkrijgbaar. Zo, ik ben weer klaar. Ik heb de woonkamer schoon. Dat is wel weer lekker. Ik had wel de verwarming een tikkeltje aangezet. Want ik had het echt heel erg koud. En de katjes ook. En dat, ja, je moet nu eigenlijk gewoon niet in de kou gaan zitten. En ja, ik heb tegenwoordig ook wel weer een vast contract gelukkig met de energie. Dus dan ja, zit je weer een beetje variabel. Ik kreeg net wel het nu-bericht binnen dat Kuipers per direct stopt als minister van Volksgezondheid. Dus dan kunnen ze ook weer op zoek naar een nieuwe. Ik weet niet wat de reden erachter is. Dat zullen we vast nog wel horen op het nieuws.
Maar wel lekker dat alles weer schoon is. Ik heb even het oude papier bij elkaar verzameld. Ik weet nu ongeveer wat ik nog bij moet bestellen aan boodschappen. Dus dat is wel lekker. Dus dat is allemaal wel fijn. Ja, dat betekent gewoon dat ik morgen de deur niet uit hoef. Dus ik kan morgen eventjes de boekenvideo opnemen. En dan kan ik boven eventjes een slag slaan. Dat is op zich wel lekker. Dus ja, eigenlijk allemaal prima. Ik ben ook heel blij dat die trui past in XS. Ik had niet verwacht dat die nog zo ruim zou zitten. Maar ja, het kan wel gewoon. Nu ga ik zometeen eventjes lekker relaxen. Dan ga ik straks lekker douchen. Ik heb heel erg eczeem onder mijn ogen. Dus ik smeer er elke keer van die vette crème op. Dan gaat het wel beter. Maar je moet het echt heel goed insmeren. Ik moet ook echt mijn concealer nu met een sponsje uitblenden. Met kwastje gaat niet. Dat wordt heel lelijk. Dus dat. Nou, vanavond heb je gewoon weer goede tijden. En daarna de winter vol liefde. Dus dat ga ik kijken. Ik denk nog even een spelletje doen. Ik moet nog even nieuwe foto's maken. Dat ga ik straks eventjes doen. Dan zijn die klaar. Dan kan ik die nog eventjes bewerken. Dan kan ik de blogpost online zetten. De vlog is in elkaar gezet. Die staat ook helemaal al klaar op de schijf. Dus die kan ik gewoon uploaden. En daar moet ik dan alleen even thumbnail van maken. Dus ik ben blij dat dat nu goed gaat met dit programma. Het is echt een last van mijn schouder gevallen wat dat betreft. Dan ga ik lekker verder met mijn Netflix-serie. Nog even CSI. En dan ga ik nog eventjes lekker in bed mijn boek lezen. Weer met mijn badjas. Want dat beviel gewoon heel erg goed. Dus dat is eigenlijk hoe mijn avond eruit ziet. Ik ga jullie dan ook gewoon morgen zien. Want ik ga nu eventjes lekker relaxen. Want ja, ik heb weer een beetje meer last van mijn rug. Ik doe nog steeds wel die rugoefeningen. Maar ik weet niet of het altijd echt effectief is. Het zit gewoon allemaal heel erg vast. Maar dat weet ik ook. En het wordt met de kou ook wat erger. Omdat ik meer in elkaar gaan zitten vanwege de kou. Maar goed, dat komt uiteindelijk ook wel weer goed. Ik ga nog eventjes de camera verder eventjes helemaal opladen, zodat die helemaal vol is. En dan ga ik jullie gewoon morgen zien. Dus bij deze zou ik zeggen tot morgen. Een hele goede middag op deze donderdag. Het is vandaag 11 januari. Ik ben klaargemaakt. Nou, mijn boodschappen die worden strakjes bezorgd. Ik kan het ook letterlijk volgen, want er staat nu dus echt letterlijk dat er nog 4 klanten voor mij zijn. Ze komen tussen 3:05 en 3:05. Betekent alleen wel, ik wilde eigenlijk heel erg graag boven wat doen, dat ik nu wel beneden moet blijven, omdat ik anders de boodschappen niet in de gaten kan houden, want mijn bel doet het niet. Ik ga dan gewoon eventjes wat kleren aan hangers hangen hier beneden. En dan als de boodschappen er zijn, stel dat ze nog een beetje op tijd zijn, dan kan ik nog eventjes boven wat gaan doen. Maar ik ga zo eerst maar even de boekenvideo opnemen. Dan heb ik dat ook gedaan. Dat is ook wel prettig. Gisteravond heb ik gewoon gekeken naar Goede Tijden en daarna de Winter vol Liefde. Nou ja, het is allemaal een beetje, ja, ik weet het niet. Het is... Ja, je snapt gewoon sommige keuzes niet helemaal. Maar goed, dat is gewoon wat het is. Ja, daar kun je ook niet zo heel veel over zeggen. Maar nou ja, soms sommige dingen begrijp ik gewoon niet zo goed. Ik heb daarna nog even een spelletje gedaan. Toen heb ik een thumbnail gemaakt voor de vlog en die ingepland. Ik moest hem alleen eventjes opnieuw opslaan, want ik zag dat er een beeld heel vergroot was. Dus mijn gezicht was echt heel erg groot in beeld. Nou, dat was natuurlijk niet de bedoeling. Dat kon ik gelukkig snel herstellen. En toen kon ik hem uiteindelijk inplannen. Ik heb mijn blogpost geschreven. Dus dat ging eigenlijk allemaal wel prima. Toen ben ik mijn Netflix-serie gaan kijken. En die had een wending die ik niet had zien aankomen. Vanavond de laatste aflevering. Dat is ook wel heel gek. Want de meeste afleveringen duren zo'n 50, 55 minuten. En nu duurt hij echt letterlijk nog 35 minuten. Dus dat is dan wel even dan denk ik van... Oh, dan hebben we echt nog maar zo'n hele korte aflevering. Maar echt steengoed. Daarna heb ik nog even CSI gekeken. En toen ben ik naar bed gegaan in mijn badjas om mijn boek te lezen. Want anders was het niet te doen. Nou ja, verder allemaal prima. Ik moet zo alleen eventjes vlees uit de vriezer halen. Dat ga ik eerst even doen. Ik heb nog wat pakketjes binnen, dat zal ik jullie even laten zien. En ik heb mijn sportroutine weer eventjes gefilmd. Dus daar kunnen jullie dan naar kijken. En dan laat ik uiteraard straks nog eventjes de boodschapjes zien. Maar ik ga nu eerst even vlees pakken en dan zal ik even de pakketjes laten zien. Oké, ik heb even 3 pakketjes. Muis, ga eventjes aan de kant, want zie ik niks. Maar ik heb nu hele koude handen. Ik ga het even openmaken. Past allemaal in de brievenbus. Hier allereerst heb ik 2 nieuwe stekkertjes. Ook eentje dus voor mijn open haartje.
Maar ik heb er dus twee genomen, want ik dacht, ja, ik kom er gewoon vaak één tekort, ook met opladen van mijn telefoon. Dus ik heb gewoon twee zwarte besteld, heel basic. Dus die kan er mooi in de open haard. Dan heb ik ook een... nieuw telefoonhoesje gekocht. Want ik heb natuurlijk die hele leuke van... de AliExpress, maar die worden wel echt super lelijk. Dus ik heb nu gewoon echt een felroze besteld. Dus dan is ook gewoon het dingetje weer open. Ik zal even kijken of ik eruit kan halen. Dat is misschien wel makkelijker. Hij is ook shockproof en zo. En dan moet ik alleen eventjes een ander achterkantje erop kijken. Dus dat is gewoon dan zo eentje. Dus felroze en ja, vind ik ook wel leuk. En hij heeft dan ook van die randen waardoor die shockproof is. Dus die kan er dan ook weer mooi omheen. En dat vind ik dan op zich ook wel mooi. Dus dat was die. Het komt allemaal bij bol.com vandaan. En ik heb dan ook... Hallo, staat erop. Altijd leuk. Een nieuw boek voor mijn blog en YouTube. Want het nieuwe jaar is natuurlijk begonnen. En ja, ik wilde een nieuw boek hebben. En ik heb dit jaar gewoon een paars gekocht. Ik had natuurlijk die bij de... Hoe heet het kunnen kopen? Gewoon die bij de... Hema, maar zoals ik al zei, ja, dan heb ik weer een zwart. En ik heb nu deze. En eigenlijk qua prijs maakt het niet zo heel veel uit. Dat is dan gewoon zo'n boek met witte pagina's die ik altijd koop. Dus ja, dat vind ik dan wel weer fijn. Dan kan ik daar weer lekker mee aan het werk gaan. Dus dat waren even de pakketjes. Ik ga nu even stofzuigen en dan ga ik eventjes de boekenvideo opnemen. Zo, de boodschapjes zijn aangekomen, dus die ga ik gelijk eventjes laten zien. De apelschijfjes hadden ze blijkbaar niet zo kwart gekregen. Nou ja, die lus ik ook wel. Dus nou, helemaal prima. Ik heb Haribo vers. Frans friet. De opschuimmelk. Ik heb hem nu van Melkan genomen, want dat leek me gewoon net iets beter. Slavinka. Kipfilet voor... ja, maandag. Dan heb ik hier chocomel. Met toetjes. Kattenvoer. En een koeken. Dan zitten hier als het goed is mijn zeepertjes in. Ja. Twee keer goed nog, dat spreek ik twee voor een euro. Dus die heb ik dan gedaan. Want ik dacht, dan heb ik die even snel liggen. Macaroni en spaghetti, die was een euro. En ik heb bonen. Dus ja, dat was eigenlijk alles. Ik heb niet zo heel veel. Ik zie alleen dat mijn
kruiden, die was er denk ik niet, want die zit er niet bij. Ik had kruiden besteld voor mijn rundvlees, maar die zit er niet bij. Dus we moeten gewoon eventjes nog wat anders kruiden. Ik denk dat die er niet was dan, want die zit er niet bij. Ik had wel gezegd een alternatief en omdat ik nu apenschijfjes niet had, hebben ze dus kwartjes gedaan. Dat is prima. Ik ga dit eventjes opruimen en dan kan ik mooi nog even naar boven, want het is nog mooi op tijd. Dus ja, dat ga ik eventjes doen. Zo, ik was weer beneden. Ik ben even boven aan de gang geweest en dat ging op zich wel hoor. Ging op zich wel prima, dus ik heb wel even het een en het ander kunnen doen. Maar het was koud en het was volgens mij vandaag ook maar 1 graad. Dus dat betekent wel dat het niet gevroren heeft. Het is 1 graad. Dat vannacht echt min 7, joh. Oh, dat is wel heel koud. Goed. Ik heb het in ieder geval even wat kunnen doen, maar niet voldoende naar mijn mening. Maar ja, goed. Ik heb mijn best gedaan. Dus, ik ben wel weer blij. Ik ben in ieder geval blij dat de boodschapjes er zijn. En heb ik allemaal opgeruimd. Dus, prima. Ik ga zo meteen eventjes lekker relaxen. Ik heb hier ook omhoog. Ga ik straks lekker douchen. Ik ga even mijn nagels bijwerken, want ik moet morgen nog een video opnemen. En dan vind ik het wel fijn als de nagels een beetje netjes zijn. Dan kijk ik vanavond lekker weer de Winter vol Liefde en Goede Tijden. Ik denk nog even een spelletje doen. Ik heb heel erg kramp aan de zijkant van mijn been. Ik weet niet of het herkenbaar is, maar dan heb je echt zo'n spier die heel erg verkrampt is. Toen ik wakker werd, sliep mijn hand. Dus ik kon mijn telefoon niet vastpakken en mijn rechterhand sliep. En ik ben rechts, want met links kan ik niet zoveel. Dus dat was heel vervelend. Dus ik liet hem steeds vallen en ik moest even wat berichtjes beantwoorden. Maar goed, het is allemaal wel weer goed gekomen. Verder ga ik dus vanavond even mijn foto's bewerken. En dat is de allerlaatste aflevering van de serie kijken, wat ik wel jammer vind. Maar ja, ik ben wel weer benieuwd. En nog even zie je zijn en dan ga ik maar weer naar bed. En normaal zeg ik lekker naar bed, maar ik vind het nu niet zo lekker omdat het dus zo koud is. Maar goed, met mijn badjas is het goed te doen. Ik heb de kruiden niet bijgepakt. En ik geloof dat het van het weekend ook alweer wat dooier wordt. Dus nou ja, we gaan het allemaal wel zien. Ik ga jullie in ieder geval morgen zien, want ik ga nu verder niks meer doen dan eventjes relaxen. Want het been moet even rust hebben, want ik heb echt zo'n kramp. Dat is gewoon echt heel vervelend. Goed, dus dat is het. Dus bij deze zeg ik dan tot morgen. Een hele goede middag op deze vrijdag. Het is vandaag 12 januari. Ik ben klaargemaakt. Ik heb net even een video opgenomen met de Chili Vanilli collectie. Die komt volgende week volgens mij online. Ik weet het niet precies, maar je ziet hem wel zelf online komen. Dus daar ben ik wel blij mee. Ik had gisteren alleen eventjes een probleempje, want de vlog die was er niet gekomen. En toen kreeg ik dus een berichtje op Instagram dat hij niet zichtbaar was. En het bleek dat de kwaliteit te hoog stond, waardoor hij hem niet wilde uploaden. Dus ik moest hem weer eventjes opnieuw opslaan en toen is het gelukt. Dus uiteindelijk is hij online gekomen, dus daar was ik blij mee. Maar het was wel even vervelend dat dat niet goed was gegaan. Ik heb gisteravond gewoon weer gekeken naar Goede Tijden. Was wel even heftig, was met een begrafenis. Dat brengt je dan toch weer even terug naar dat je zelf niet zo lang geleden een begrafenis had. Daarna heb ik de Winter vol Liefde gekeken, de laatste aflevering. Sommige waren heel verrassend. Ja, andere ook totaal niet. Dus, maar ik had het wel leuk gevonden als er eigenlijk nog een soort van hoe is het nu met gekomen was. Ik weet wel dat Guido heeft gisteren bijvoorbeeld bij Renze gezeten, maar dat kijk ik nooit. Je weet niet of de relaties inmiddels in stand houden. Volgens mij bij hen nog wel, maar je weet het niet allemaal. Maar het was wel leuk om naar te kijken. Ik heb nog even een spel gedaan. Toen ben ik mijn foto's gaan bewerken, maar ik had er toch weer een paar die niet mooi waren. Dus die moet ik nog eventjes opnieuw doen. Toen ben ik de laatste aflevering van die Netflix-serie gaan kijken en ik had dit einde zo niet zien aankomen. Het was echt gewoon heel bizar allemaal. Het heeft me echt tot van begin tot het einde meegenomen. Ik las ook wel reviews dat mensen zeiden, nou, ik vind het helemaal niks. Ik vind het trekt me niet of moet ik wel doorkijken. Maar ik ben heel blij dat ik heb doorgekeken, maar omdat ik zat er al gelijk vanaf aflevering 1 lekker in. En daarna heb ik nog eventjes CSI gekeken en toen ben ik naar bed gegaan en mijn boek gelezen. Die heb ik ook alweer bijna uit, dus dat gaat op zich wel lekker. Ik wil even vandaag wat kleine klusjes doen. Ik wil eigenlijk in eerste instantie eventjes proberen of ik
De kerstspullen even in dat hok krijg. Want die staan nu een beetje in de weg. Ik heb er nog wat laatste dingen die erbij in moeten. Dus dat zou mooi even kunnen. Wat kleine klusjes waarin ik jullie ga meenemen. En dan kan ik gelijk even kijken of ik nog zo'n strip heb liggen voor het open haartje. Zodat het snoer weggewerkt kan worden. Maar ik moet eventjes kijken. Dus ik ga jullie gewoon weer meenemen vandaag. Ik ga even opruimen, bakken scheppen, stofzuigen. En dan ga ik dat eventjes doen. Dus ja, dat is voor nu de planning. Zo, het tekstje is weer aangepast, dus dat is ook alweer lekker. Die staat er weer gewoon zo op. Dan heb ik hier een foto van opa neergezet bij het gedenkhoekje, vond ik wel leuk. En ik heb dus mijn nieuwe telefoonmoesje erop gedaan. Ik heb dus hier zo'n plaatje op zitten, maar er zit een beetje een barst in. Dus ik moet eigenlijk even een nieuwe bestellen, want ik weet niet hoe die erop is gekomen. Het was wel nieuw, maar er zit dus wel een barst in. Dus die moet ik even nieuw bestellen, maar het is in ieder geval nu wel... gewoon helemaal beschermd. Ik heb alleen, je ziet alleen altijd dit achterkantje, omdat ik zo'n dingetje erin heb zitten, zodat ik hem aan mijn nek kan hangen. Maar nu zie je wel heel leuk weer gewoon zo. Dus nou, ik vind hem wel heel erg leuk zo. Zo, en nu ben ik helemaal klaar. Ik heb even alle kerstspullen heb ik. Ik heb nog zo'n apart hok, daar bewaar ik dat soort spullen. Die heb ik daar allemaal neergezet, dus die zijn daar weg. Dus dat is wel lekker. We kunnen daar ook de paaspulletjes bij, maar ook de verjaardagsslingers, die kan ik daar dan ook allemaal neerzetten. Dat moet ik allemaal nog eventjes doen. Maar dat is in ieder geval weg, dus dat is wel lekker. Ik zag ook boven nog zo'n snoerwegwerker liggen, dus die wil ik eigenlijk ook nog eventjes gaan plaatsen bij de open haard. Zodat dat weg is, zodat de snoer erin kan blijven zitten en dat dat snoertje dan weg is. Dus dat lijkt me wel echt ideaal. Maar dat is even een klusje nog voor van het weekend. Wow. Sorry, mijn camerakaartje is vol. Ik moest even vloggen met mijn telefoon. Want die had echt nog maar heel weinig filmen. Dus die moet ik vanavond even legen. Nou, blij met mijn nieuwe telefoonhoesje. Ik heb ook even gekeken naar die andere foto. Waarvan ik een fotolijstje had gekocht. Maar die is echt te groot. Dat gaat me echt irriteren. Dan heb ik gezien dat Hema wel passende heeft. Maar ja, ik ben natuurlijk deze week niet weg geweest. Anders had ik er even naar willen kijken. Dus ja, ik moet even kijken. Ik weet niet of ik volgende week wel ga. Dus anders moet ik eventjes kijken. Hoe en wat.
Maar die komt dan nog en die ga ik dan hier ook nog leuk ophangen. Maar ik ben wel blij ook met de foto van opa die staat. Dus ik ben eigenlijk wel blij met de klusjes die ik heb gedaan. Ook lekker die tekst weer veranderd. Dus ja, ik ben eigenlijk wel blij. Ik heb alvast weer eventjes een nieuw blad gemaakt. Want ik wil ook die stempels die ik heb gekocht, wil ik weer in zo'n boek gaan verwerken. Zodat ik de kleuren goed kan zien. Dus dat ga ik eventjes doen nog. Maar ik heb nu even een kaart gemaakt en verder. Toen was het ook wel tijd voor de kat om te eten. Ik ga straks eerst mijn nagellak eraf halen. Want die ziet er echt heel lelijk uit. Nou, hier valt nog mee. Ik had hem gisteren nog bijgewerkt. Maar het is een matte. Vooral deze zijn echt heel lelijk geworden. Dus dat gaat er straks lekker af. Dan ga ik lekker douchen en eten. Vanavond kijk ik weer dat op SBS6 met die jaren. Dat is 1994, vind ik ook wel leuk. Ondanks dat ik dan nog heel klein was, vind ik het wel leuk om dingen daarvan terug te zien. Nou, dan ga ik nog even een spelletje doen. Ik moet de video in elkaar zetten voor morgen. Mijn blogpost schrijven, daar moet ik nog even die nieuwe foto's voor maken. En dan ga ik een nieuwe Netflix-serie starten. Ik heb nog geen idee welke, dus dat is altijd spannend. En vanavond is weer tijd voor sleepers. En dan ga ik lekker mijn boek lezen en dan ga ik lekker slapen. Nu ga ik in ieder geval eerst nog even lekker relaxen. Ik moet wel zeggen dat dit weer heel lekker vasthoudt, hoor, dit hoesje. Want ik vind die hoesjes echt die ik heb gekocht, ik vind ze super leuk. Maar ze worden aan die achterkantjes heel lelijk, omdat dat dus bol is. Omdat dat het stukje bij je camera wordt meegepakt. En ik was eigenlijk gewend om dat open te hebben. Dus ik ben nu wel blij dat er weer zo'n beschermstukje op zit. Want ja, dat vind ik toch wel heel fijn. Maar in ieder geval, ik ben toch wel blij met de dingetjes die ik vandaag heb kunnen doen. Ik ga nu relaxen en dan ga ik jullie gewoon morgen zien. Want nu ga ik verder niks meer doen. Dus bij deze zou ik dan zeggen tot morgen. Goedemiddag op deze zaterdag. Het is vandaag 13 januari. Ik ben klaargemaakt. Ik moest nu nog eventjes alle make-up op mijn gezicht fotograferen. Zeg maar van die collectie van Essence. Omdat ik er ook een blogpost over schrijf. En ik maak dan ook altijd foto's van hoe het er op mijn gezicht uitziet. Dus dat heb ik gedaan. Nou, ik heb gelijk eventjes een beetje mijn kaptafel opgeruimd. Er ligt dan echt zoveel make-up van wat ik allemaal heb gebruikt. En het moet dan allemaal terug de kasten in. En ik ga straks ook weer eventjes lekker de kwasten wassen. Ik doe dat echt best wel regelmatig. Om de week doe ik dat. En dat heb ik ook echt ingecalculeerd, zeg maar. Ik ben eigenlijk wel benieuwd of jullie ook regelmatig jullie make-up kwasten wassen als je make-up gebruikt. Of dat je het juist niet zo vaak doet. Ik vind het zelf wel heel belangrijk om te doen. Want ook met foundation, ik gebruik nog wel eens verschillende soorten door elkaar heen. En ja, ik vind het gewoon belangrijk dat dan ook gewoon alles weer eventjes schoon is. En dan kan ik ook eventjes dat nieuwe rubber dingetje uittesten van de Action. Ben ik wel even benieuwd naar die unicorn, zeg maar. Dan kan hij ook gelijk in de la. Gisteravond heb ik gekeken naar het jaar van. Dat was 1994. Ik vond het op zich wel leuk, ondanks dat ik nog heel jong was. Demer kwam erin voor, bijvoorbeeld. Dat hij toen vermoord was. Ja, gewoon allemaal andere leuke dingen. Wat gewoon leuk was om te zien. Eén ding, daar werd ik heel erg misselijk van. Dat was Bob de Roy van Paul de Leeuw. Dat hadden ze op het laatst. Maar dat was zo ganzig. Want die man die had zo'n vet haar. En nou, gewoon echt vies. Ik werd er gewoon een beetje onpasselijk van. Ik heb daarna nog even een spelletje gedaan. Toen heb ik de video in elkaar gezet. En heb ik mijn blogpost geschreven. Dus dat ging eigenlijk allemaal wel vlot. Toen moest ik natuurlijk op zoek naar een nieuwe serie. En ik ben begonnen met Safe. Ik dacht eigenlijk dat dit ook van diezelfde makers was als de vorige serie. Of in ieder geval naar hetzelfde boek. Of naar een boek van die schrijver. Maar dat betwijfel ik nu een beetje. Maar het is op zich, ik zat er wel gelijk heel erg goed in. Het is ook een miniserie van 8 afleveringen. Maar ik vond hem op zich wel gelijk dat ik dacht van ja, ik zit er wel lekker in. Dus dat was wel fijn. Toen ben ik daarna nog even sleepers gaan kijken. Toen ben ik naar bed gegaan om mijn boek te lezen. Ik heb hem nog niet uitgelezen. Ik denk dat dat vanavond wel lukt. En nou, toen ben ik lekker gaan slapen, maar ik ging eigenlijk naar bed met hoofdpijn. En ik dacht, ik had eigenlijk een aspirintje moeten nemen, maar ik dacht, nou, misschien met slapen dat het ook nog wel weggaat. Maar toen ik wakker werd, had ik het nog steeds. Ik heb inmiddels al een aspirine op en ik merk ook dat hij al een beetje begint te werken. Dus dat is wel heel fijn. Ik heb nog pakketjes binnengekregen, die ga ik jullie toch nog weer eventjes laten zien. Het is een beetje een pakketjesvlog geworden, heb ik het idee, want er zijn best wel veel pakketjes langsgekomen. Nou ja, dat hoort ook bij mijn leven. Er komt vanavond ook nog een pakketje binnen. En die laat ik dan morgen nog even zien. En dan is het wel eventjes klaar. Maar dat zeg ik nu. Het kan zo weer wezen dat ik weer iets nodig heb en dat het weer binnenkomt. Dus dat ga ik even doen. Daarna ga ik de kwasten wassen. Dus ik neem jullie mee. Maar ik zal jullie eerst even de pakketjes laten zien.
Het eerste pakketje is van smartphonehoesjes.nl. Dit is niet heel erg interessant, maar ik ga het wel eventjes laten zien. Want dit is namelijk een nieuw glaasje voor de achterkant van mijn telefoon. Ik ga hem eventjes proberen open te maken. Ik had het misschien beter op Temu of AliExpress kunnen bestellen, want daar is het veel goedkoper. Maar ik had geen zin om daar zo lang op te wachten, want bij Temu moet je sowieso voor 10 euro hebben. En ik had verder niks nodig. En nou ja, goed. Ik kreeg er nu 2 voor 8 euro. Dat vond ik op zich wel een goede prijs. Dus ik heb eventjes zo'n nieuw glaasje besteld, want in die ik er gisteren op had gedaan, er zat dus een barst in. En dat vond ik gewoon niet fantastisch. Dus die ga ik er straks ook gelijk eventjes opdoen. En dan krijg je er dus 2. Dus dan heb ik er gewoon weer 2. En ja, ik vind het gewoon belangrijk dat het goed allemaal goed, zeg maar, beveiligd is. Er zit ook 2 cleaning kitjes bij, dus dat is allemaal top. Dus dit ga ik straks even doen, want ik kan het eventjes misschien laten zien. Ik weet alleen niet of jullie dit zien. Op deze zit een barst in en dat gaat je irriteren. Dus nou, dat is in ieder geval die. Dus daar ben ik wel blij mee. Hij zou eigenlijk maandag komen. Ja, het was eigenlijk een beetje bijzonder. Het was wel voor 9 uur 's avonds besteld, volgende dag in huis. Maar hij stond eigenlijk in de PostNL-app voor maandag. Toen zat hij toch in de brievenbus. En dan heb ik nog een pakketje van de Lidl. Want ik had jullie natuurlijk die trui laten zien. En toen zei ik al van, nou, misschien had ik mogelijk in die andere kleur wil. En ze waren echt super goedkoop. Dus ik heb hem ook nog in deze kleur besteld. In de nude, een beetje nude kleur. Ja, ik ben heel erg fan van dit soort truien ook. Ik vind dat gewoon heel erg lekker. Dus ik heb nu dan nog deze kleur erbij. Gewoon lekker zo'n trui. Deze heeft al een bolletje. Maar het is gewoon een heerlijke trui. Dat had die andere dan. Maar je kunt hem dan gewoon zo doen, zeg maar. Dus dat is dan nog deze. En dan heb ik gewoon in ieder geval weer eventjes een paar lekkere truien erbij. Dus ik ga ze allemaal eventjes uitwassen. En ik zag nog een heel erg leuk sheetshirt. Dat is van die shirts die je dan 's avonds in huis kunt dragen. Die ik gewoon heel fijn vind als pyjama. En deze is van Barbie. Ik heb natuurlijk laatst ook al een super leuke Barbie pyjama gekocht bij de Primark. Die moet ik ook nog even uitwassen. Dus ik ga dat allemaal eens eventjes, ik weet niet of het wel droog, maar ik moet allemaal niet voor eventjes in de hand was. En dat is gewoon zo'n sweet shirt, zeg maar. Zo'n big shirt waar je ook gewoon lekker in kan slapen. En er staan allemaal verschillende Barbies op. Ja, ik vind dat toch wel leuk. Ik zou eigenlijk die film ook wel willen zien van Barbie. Maar dan moet die eerste keer op Netflix komen of zo. Want ik heb, dat heb ik wel. En ik ga niet al die dingen ervoor afsluiten. Ik geloof dat hij wel op een streamingdienst staat. Goed, dat was dat. Dat hebben we allemaal binnen. Ik ga nu eventjes wat doen. Dus en dan laat ik jullie straks nog even kwasten zien. En misschien dat ik jullie nog eventjes meeneem met deze opdoen. Maar dat heb je eigenlijk gisteren ook al gezien. Maar nu heb ik dus echt een nieuwe. En dan ga ik hem eventjes helemaal goed schoonmaken. Dus nou, tijd om aan de gang te gaan.
Zo, klaar. Ik heb de kwasten gewassen. Ik had in eerste instantie nog het idee om misschien nog even met mijn blog en YouTube-boek aan de gang te gaan. Maar ik ben toch even naar boven gegaan om wat op te ruimen. De telefoon ziet er ook wel weer mooi uit. Ik zag ook dat hij helemaal niet meer goed plakte, die andere. Want die gaf dus heel makkelijk, ging die eraf. En nu heb ik hem er gewoon op. Deze heeft dan zwarte randjes, maar dat stoort me ook echt niet. Het is prima, weet je. Het is goed beschermd weer. Ik heb hem er goed op zitten. En het is gewoon heel erg fijn. Deze is nog weer beter, want hier is ook de flitser beschermd. Dus ja, ik ben er gewoon wel heel blij mee nu hoe het eruit ziet. En fijn ook die schoonmaakdingetjes erbij, dus helemaal top. Dus ja, ik ben eigenlijk wel blij. Ik heb wel lekker een voldaan gevoel naar de dingen die ik heb kunnen doen. En dat was wel heel fijn. Dus ja, ik ben daar gewoon wel heel erg blij mee. Dus ja, lekker. Katjes hebben ook net lekker weer gegeten. Het regent inmiddels. Niet heel hard, het is meer een beetje, ja, het zie je het wel op de ramen. Maar het is niet dat je denkt van, wow, wat regent het hard. Maar gewoon, nou ja, prima, ook wel gezellig. Ik ga zometeen eventjes lekker relaxen. Dan ga ik straks eventjes lekker douchen. Vanavond heb je weer weet ik veel. Dus ik ga wel weer meespelen. Ik hoop wel dat de app nu wel goed loopt. Want dat was vorige week niet zo leuk als de app niet zo lekker loopt. Ik wil nog even verder met Disney Dreamlight Valley. En nou ja, ik ga sowieso de vlog voor het grootste gedeelte in elkaar zetten. Ga ik lekker verder met de Netflix-serie Safe. En dan ga ik dubbel leven kijken en dan ga ik naar bed. Dan hoop ik eigenlijk dat ik mijn boek uitlees. Want dat zou ik wel leuk vinden, want ik ben nu wel benieuwd hoe het eindigt. Ik had eerst een beetje moeite om in dit boek te komen, maar het werd wel steeds leuker. Dus dat is dan wel leuk. Dat je soms denkt van, ja, ik ben dus niet iemand die een boek weglegt. Ik weet niet of jullie dat doen als je in een boek bezig bent en je denkt toch, nou, ik vind het niet leuk dat je het dan weglegt. Meestal probeer ik er doorheen te komen en dan kom ik er vaak toch wel achter dat het leuker wordt. Dus dat is dan altijd wel leuk. Maar goed, dat wordt in ieder geval mijn avond. Ik ga jullie dan gewoon morgen zien, want ik ga nu verder niks meer doen. Ik heb wel mijn nagellak eraf gehad, daar was ik wel blij mee, want het zag er zo lelijk uit. Mijn nagels moet ik even een beetje bijveilen. En dan hebben we morgen ook gewoon weer lekker voetbal, dus daar kan ik me ook alweer op verheugen. Goed, ik ga bij deze zeggen tot morgen. Een hele goede middag op deze zondag. Het is 14 januari. Ik zit lekker op de bank. Ik heb net Ajax aangezet. Die gaan straks spelen. Niet op de gratis zender, maar wel op de stream. En ik heb er wel weer zin in. Ik heb lekker mijn shirtje weer aan. En ja, ik heb het wel gemist. Ik merk wel echt dat ik het gewoon mis als het er niet is. Dus winterstop duurt nooit super lang. Maar de zomerstop daarentegen altijd wel. Ik vind het gewoon altijd lekker op zondag voetbal. En ja, soms ben ik ook op zaterdag natuurlijk. Maar ja, ik word er altijd wel blij van. Ik heb gisteravond weer meegespeeld met weet ik veel. Ik had wel een heel goed cijfer. Ik had een 7.2. Mijn moeder speelde ook mee, maar die zei wel echt van die app, die crashte bij haar echt continu. Het werkte nog steeds niet optimaal. Jullie zien nu wel heel erg, zeg maar, de achtergrond van de tv in beeld. Ja, dat was gewoon niet zo heel erg fijn. En ja, mijn moeder was daardoor ook wel een beetje klaar mee. Siri probeert nu een bericht te versturen, maar dat is helemaal natuurlijk niet de bedoeling. Dus die moet ik even uitzetten. Dus ja, dat was niet heel erg fijn. Maar ja, goed, ik was wel trots op mijn 7.2, dus daar was ik wel blij mee. Ik heb nog even lekker Disney Dreamlight Valley gedaan. Ik kwam nu echt een stuk verder, dus dat was op zich wel weer leuk. Maar sommige dingen begrijp ik nog niet helemaal hoe ik daar aan moet komen. Dus dat is een beetje lastig, dus daar moet ik wel eventjes weer mee verder vanavond. Ik heb de vlog voor zover het lukte in elkaar gezet, dus dat is allemaal wel gelukt. Daarna ben ik verder gegaan met de serie Safe. Het is dus wel van Harlan Coben. Die schrijver, zelf de schrijver van het boek dus, waar ook die vorige serie van was, van Fool Me Once. Dus dat was, had ik toch wel goed, want ik zei gisteren al dat ik een beetje twijfelde, maar ik had het dus wel goed. Daarna nog even dubbel leven en toen ben ik naar bed gegaan en heb mijn boek uitgelezen. Toen heb ik ook wel weer als een roosje geslapen. Ik had nog een pakketje binnen gehad, die zal ik nog eventjes laten zien. Maar ik moet ook nog even stofzuigen en de groenten afhalen. En ik laat straks uiteraard wel gewoon eventjes de fotospullen zien. Maar nu ga ik zometeen ook eerst eventjes lekker genieten van een potje voetbal. Dus laten we hopen dat het goed gaat. De trainer is er weer bij, dus dan is er al wel weer wat meer hoop. Want de vorige twee wedstrijden die gingen niet zo goed. Maar we gaan het zien. Dus ik laat straks nog eventjes die dingetjes zien, maar nu is het eventjes tijd voor Ajax.
Oké, okay, ik zou nog heel eventjes het pakketje laten zien wat ik al binnen gehad. Die was gisteravond dan nog verzorgd. Ik heb namelijk nog een hydro primer besteld. Die ga ik ook in de douche neerzetten. Want die, ja, echt voor hydratatie. Want mijn huid heeft het gewoon even nodig. Dus dat is eventjes die. En ik zag nu ook dat ze nog de laatste kleuren van de Juicy Boom lipolie binnen hadden. En dat is deze. En dan nog deze. Dus die heb ik er dan ook nog eventjes bij besteld. Dus die ga ik gelijk eventjes opbergen. Want ja, daar ga ik dan nog een review over maken. Dus dat was nog even het pakketje. Oké, okay, ik heb even fotospullen gepakt. Ik heb hier allereerst een Hello Good Stuff Pore Minimizing Serum van Essence met pomegranate en niacinamide. Dus daar ben ik wel heel erg benieuwd naar. Dan ga ik het highlight paletten van Cries doen. Het, ja, alleen heel erg jammer dus vanwege die sticker, maar die krijg ik er dus gewoon echt niet af. En ik heb hier drie lip balsams. Dit zijn de Lip Loving Nourishing Lip Balsams van Catrice in de kleur 010, 030 en 020. Dus ja, dat ga ik nu eventjes doen. Dus dat zijn dan eventjes deze. Zo, de wedstrijd is net afgelopen. We hebben gewonnen met 2-3. Het was wel een lastige wedstrijd, want je merkte echt wel dat er zo nu en dan echt wel wat van de tegenpartij ook kwam. De ene moment was de tegenpartij beter, maar je merkte dat die op het laatst wel heel moe werden. Ja, en wij hebben gewoon een supergoeie keeper, dus dat was wel heel fijn. Ik heb even het rundvlees opgezet. Ja, ik heb dus alleen geen kruiden, dus ik heb nu zelf wat kruiden toegevoegd. Ik hoop wel dat het lekker is, want ik vind het toch altijd wel lekkerder om echt rundvleeskruiden te gebruiken. Maar ja, die zaten helaas dus niet bij de boodschap, omdat die blijkbaar in de winkel niet op voorraad was. Dus ja, dan houdt het een beetje op. Ik ga nu zo meteen even lekker relaxen. Ik zat hier al lekker onder mijn kleedje. Ik had de verwarming al een beetje aangedaan, dus het was hier wel een beetje opgewarmd omdat het zo regenachtig was. Maar ik zat hier lekker onder mijn kleedje voetbal te kijken en dat was wel heel lekker. Foto's zijn klaar, dus dat is allemaal goed. Groente is afgehaald, dus dat is ook lekker. Vanavond, ik wil sowieso even mijn nagels doen, want die moeten weer even een leuk kleurtje krijgen. Verder ga ik eventjes kijken, denk ik. Ga ik eventjes Steenrijkstraat Arm terugkijken. En daarna heb je weer Stegeman op de Bres, wat ik even wil gaan kijken. Ga ook sowieso nog wel eventjes een spelletje doen, want ik wil nog wel eventjes Disney Dreamlight Valley doen. Dan ga ik daarna eventjes lekker de foto's bewerken en mijn serie weer kijken op Netflix. En daarna weer CSI. En ik mag een nieuw boek starten vanavond. Ik heb dus mijn eigenste uitgelezen. Of mijn vorige. Dus dat is ook wel leuk. Ik ga jullie dan ook gewoon morgen zien. Want ik ga nu verder niks meer doen. Eventjes lekker relaxen onder een kleedje. Want ik heb het echt gewoon ja, behoorlijk fris weer. Dus nou ja, goed. Dat ga ik nu eventjes doen. Dus bij deze ga ik zeggen tot morgen. Een hele goede middag op deze maandag. Het is 15 januari. Ik weet niet hoeveel graden het is. Maar de gevoelstemperatuur is wel een stukje frisser als gisteren. Ja, het is toch 3 graden. Nou ja, goed. Ik heb gisteravond eventjes Steenrijkstraat Arm gekeken. En daarna ben ik Stegeman op de Bres gaan kijken. Was ook wel heftig, maar ik vind het altijd wel mooi om te zien met die confrontaties en zo. Ik heb nog even Disney Dreamlight Valley gedaan. Ik kwam er wel een heel stuk verder mee. En ik dacht echt, ik ben nu een stuk dichterbij om Minnie Mouse te vinden. Maar dat ging hem dus niet worden. Want ik hoorde ook al van Nathalie, die zei, duurde heel lang. Nou, gezellig. Daar ben ik voorlopig nog niet mee klaar, maar dat maakt niet uit. Ik heb mijn foto's bewerkt. Ik moet nog eventjes een nieuwe maken. Dus dat moet ik nog wel eventjes doen, want die was niet goed geworden. En toen ben ik gaan kijken naar Safe. Wat ook wel steeds een bizarder wending krijgt. Zeg, bizarre wending krijgt. En toen nog even CSI. Toen ben ik naar bed gegaan en heb ik een nieuw boek gestart. Alleen ik kwam er gisteravond achter en daar baalde ik een beetje van. Ik had eind december gelezen dat ze deze maand Klem zouden gaan uitzenden, de film. Er is dus een film van gemaakt en die kwam nu als 3 delen op televisie.
En die eerste aflevering was vrijdag en dat wist ik dus niet. Dus die heb ik gemist, want die had ik graag op willen nemen. Dus die probeer ik deze week nog even terug te kijken. Het is een half uurtje, dus dat moet op zich wel lukken. Dus dan kan ik die in ieder geval nog eventjes terugkijken. Dat zou wel fijn zijn, want ja, ik wil toch wel even graag weten hoe dat allemaal zit dan. Dan kan ik de andere twee delen wel even opnemen. Ik ga zo eventjes aan de schoonmaak, de kattenbakken, de was moet gedaan, de douche. Maar, ik ga jullie sowieso nog even meenemen, maar ik ga jullie ook laten zien hoe ik Nijntje cappuccino heb gemaakt. Ik had natuurlijk die vormpjes gekocht om een Nijntje figuurtje van cacao te kunnen maken in je cappuccino. Dat heb ik gisteren voor het eerst gedaan en dat vond ik echt super leuk gelukt. Dus ik wil jullie er graag in meenemen, zodat jullie echt kunnen zien dat die vormpjes echt werken. Dus als je daar dan echt ook nieuwsgierig naar bent, het wordt dus verkocht bij de Hema. Dus dat ga ik jullie laten zien. Dus ja, ik ga eventjes een muziekje aanzetten en dan ga ik eventjes aan de gang. Dus tijd om eventjes wat te gaan doen. Ik ben weer lekker klaar. Ik heb de was, die is denk ik ook al wel bijna klaar. Dus dat is fijn. De kattenbakken zijn schoon. Ik had gelukkig nog kattengrit staan. Want ik zou eigenlijk afgelopen week kattengrit gaan halen. Maar ja, dat ging natuurlijk niet. Gelukkig had ik nog staan. Dus ik heb de kattenbakken lekker kunnen verschonen. De vuilnis weer even weg. En nou ook het GFT. Want er zat nog die broccoli in. Ik had vorige week die broccoli. Maar dat was gewoon eigenlijk te veel. Dus eigenlijk was het geen doen. Dus ja, ik kon het niet op. Maar ja, het begint al een beetje te ruiken, dus dat was allemaal niet zo lekker. Maar goed, ik heb het in ieder geval allemaal weer lekker schoon. Katjes hebben net ook weer lekker gegeten. En gewoon blij dat alles weer lekker fris is. Ik heb ook mijn nagels nog gedaan gisteren, ze zijn blauw. En dat is dit kleurtje. Het is van de Secret Party collectie, al een hele oude, van Essence. En hij heet 02 2 Pool for School. Dus dat is deze. Die vond ik wel even leuk. Hier blauw. Nou, nu kan ik straks in ieder geval nog eventjes de was ophangen als die klaar is. Wat er in de droger kan, kan nog in de droger. Maar ik doe ook mijn hoeslakens niet meer in de droger. Volgens mij zit er iemand op de kattenbak. Want ik heb het idee dat ze dan een beetje uit zijn vorm gaan. Dat ze te wijd worden. Dus dat durf ik niet meer. Dus dat nog even doen. Ik ga zo in ieder geval nog even lekker relaxen. En dan straks lekker douchen en eten. Vanavond heb je gewoon goede tijd. En dan begint het nieuwe seizoen van Help Me Mothers Cluster. Dat vind ik altijd wel leuk. Wel met de nieuwe mensen. Waren altijd twee broers bij. Die doen als het goed is niet meer mee. Dus dat. Ik denk nog even een spelletje doen. En dan moet ik even nog die nieuwe foto maken. Dat kan ik straks eerst wel even doen. Het is nu nog een beetje licht. Nou ja, trouwens. Het begon straks ineens te sneeuwen. En ik had wel gehoord dat de sneeuw voorspeld was. Maar ik had niet verwacht dat het in deze regio zou zijn. Want ze hadden het meer over andere regio's. En daar viel ik volgens mij niet onder. Daar kan ik je niet. Ik vroeg jou ook niks, Siri. Maar blijkbaar, ja, het is heel licht geweest hoor. Dus, maar het werd ineens wel heel erg donker. Want ik had eerst een beetje zon. Verder ga ik lekker verder met de serie Safe. En daarna nog wel even zie je zijn. Dan ga ik lekker naar bed om een boek te lezen. Ik heb nu voor het eerst ook weer mijn badjas niet aangehad. Van de week misschien wel weer. Want dan wordt het weer -2 geloof ik en zo. Dus maar ik moet maar eventjes kijken. Maar dat is in ieder geval voor nu de planning. Ik ga dus nu eventjes lekker relaxen. Dus ik zou bij deze dan in ieder geval zeggen tot morgen.
Een hele goede middag op deze dinsdag. Het is vandaag 16 januari. Ik ben even met mijn benen in een kleed gerold, want ik heb best wel koude benen. En ik heb wel de verwarming iets aanstaan. Maar ja, omdat je merkt dat het buiten... Het is buiten niet extreem koud, maar het is, ja, het is wel frisser. De sneeuw is... Er is hier een heel klein beetje sneeuw gevallen. Het was niet heel veel, maar ja, het is ook... Het begint nu al een beetje weg te raken. Ik zie daar een hele mooie vogel in die boom zitten. Eens kijken of ik hem jullie kan laten zien. Ik weet niet of die hem gaat inzoomen. Wacht. Hij loopt daar op die tak. Zien jullie hem? Ja, daar gaat hij. Dat is wel leuk. Ik zal mezelf gelijk even uitzoomen, want het is wel heel dichtbij natuurlijk. Maar je merkt gewoon even goed nog wel dat het een beetje frisjes is. Ik had dat geprobeerd. Ik wilde eigenlijk een soort van kuifje creëren op mijn hoofd. Maar dat ging niet helemaal zoals ik het wilde. Dus ik heb het toch maar weer bij elkaar geborsteld. Want ik zat helemaal vast in die borstel met mijn haar. Dus dat was niet echt heel fijn. Gisteravond heb ik gekeken naar Goede Tijden. Daarna het nieuwe seizoen van Help Mijn Man Is Klussen was even wennen. Omdat er de twee vaste klussers die er normaal bij waren, die zijn er niet meer bij. Er kwamen twee nieuwe voor in de plaats. En ik verbaas me er dan altijd over dat er iemand gewoon eigenlijk supergoed kan klussen die dan in dat huis woont. En ja, als ze het bij anderen altijd dan wel heel goed voor elkaar hebben, dat ze dan zelf eigenlijk bij hun eigen huis een beetje laten schieten. Maar goed, en uiteindelijk, het was wel eventjes een beetje, ja, het was wel eventjes een heftig gesprek tussen de twee. En uiteindelijk, toen kwam die terug, Sjoen, en nou, toen had hij gewoon de keuken ook klaargemaakt. Dus hij kan dat dan best wel, maar dan moeten ze even dat duwtje in die goede richting hebben. Nou, bij hem is het gelukt. Ik ben benieuwd of het hele huis een keertje afkomt, want het was echt wel heel erg veel. Kon natuurlijk ook helemaal niet gebeuren in zo'n korte tijd, maar het was op zich wel interessant. Ik heb nog even een spelletje gedaan. Ik heb al eventjes klem teruggekeken, want ik vertelde natuurlijk gisteren dat ik dat had gemist. En ik zat daar een beetje mee, want ik dacht, ja, wanneer moet ik dat gaan terugkijken? Het was uiteindelijk ook 40, 50 minuten toch nog wel. Het was iets langer dan ik had gedacht. Maar die heb ik al eens even teruggekeken. Ik heb mijn blogpost geschreven. Ben alvast even bezig voor een nieuw persbericht die online moet komen. Hele leuke Valentijnscollectie van Catrice. Toen ben ik Safe gaan kijken en dat kreeg ik alweer een aparte wending. De afleveringen worden nu ook ietsjes minder lang. En daarna nog even CSI, wat ook wel heel spannend was. Ze zijn nu echt wel bijna bij een ontknoping, denk ik. Ik had laatst verteld dat ik niet helemaal begreep wat die persoon met de zaak te maken zou hebben. Maar uiteindelijk bleek die zaak dus nog verder te gaan. Ja, ze hebben een soort seriemoordenaar. Dat ging uiteindelijk toch nog verder. Ik dacht eerst even dat het opgelost was, maar dat was niet zo. Toen ben ik naar bed gegaan, heb ik nog even mijn boek gelezen en toen ben ik lekker gaan slapen. Maar ik slaap de laatste dagen niet zo goed. Ik weet niet of mijn coach donderdag komt en in mijn hoofd is dat allemaal een beetje druk omdat ik daar geen zekerheid over heb. En dan slaap ik een beetje slecht. Ik heb ook heel veel pijn in mijn lichaam, dus in mijn benen, maar ook in de zijkant. Dat ik gewoon niet meer weet op welke kant ik moet liggen. Ik heb de afspraak in ieder geval voor de mondhygiënist voor donderdag maar afgezegd, want ja, ik weet niet... Of dat zij dus komt en dat moet 48 uur van tevoren. Dus ik heb nu een nieuwe afspraak staan. En dan moet ik me even overleggen of dat ze dan wel mee kan. Ik ga nu een video opnemen. Als ik heb stof gezogen, dan ga ik nog even lekker diamond painten. Daar heb ik wel zin in. En dan ga ik jullie nog even mee meenemen. Maar ik ga nu eerst even zorgen dat de boel weer een beetje aan kant is. En dan ga ik eventjes de video opnemen. Thank you.
Zo, de video die staat er ook weer op. Dus dat is allemaal wel goed gegaan. Ik heb wel de hele middag met het kleedje om mijn benen gezeten. Zowel bij het opnemen van de video als met het diamond painten. Maar dat vlotte nu ook wel aardig. Het ging wel goed, dus dat is wel fijn. Dus ik heb nu één hondje bijna af. Dan kan ik het volgende hondje doen. En dan zijn die klaar. Dus dat is op zich wel leuk. En dan ga ik die andere twee ook nog doen. Maar het is wel anders als je geen achtergrond hoeft te painten. En dat is, vind ik, wel het nadeel bij de diamond paintings van de Vibra. Ze zijn leuk geprijsd, maar je hoeft geen achtergrond te doen. Dus je hebt veel minder werk, waardoor het een heel ander geheel wordt. Maar op zich is het niet heel erg, maar ik vind het wel jammer. Ik vind het zelf leuk als je ook de achtergrond moet doen. Ik ga zo lekker relaxen. Dan ga ik eventjes lekker douchen straks. Daar heb ik al wel weer zin in. Lekker even warm douchen. Dan ga ik lekker eten. Vanavond heb je gewoon goede tijden. En er begint een nieuw seizoen van Married at First Sight. Ik ben op zich wel weer benieuwd. Dus dat ga ik wel weer kijken. Ik ga denk ik nog wel even een spelletje doen. Dan ga ik de vlog afmaken. Dan staat die in ieder geval weer klaar. En dat gaat nu met dit programma gewoon beter. Dus dat gaat op zich ook wel lukken. En dan ga ik nog even mijn foto's proberen te bewerken. Als ik daar ver genoeg mee kom. En dan ga ik weer lekker safe kijken en zie je zijn. Dan ga ik lekker naar bed om mijn boek verder te lezen. Het is heel grappig trouwens met het open haartje. Hij geeft geen warmte, maar voor mijn gevoel komt er warmte vanaf. Want Nathalie vroeg dat laatst aan me. Ja, wordt het voor je gevoel warmer? Ik zeg ja, voor mijn gevoel wel, maar hij geeft geen warmte af. Dus eigenlijk toch een teken dat je brein jezelf een beetje voor de gek houdt. Van als je dat haartje ziet branden, lekker warm, terwijl er geen warmte afkomt. Maar dat is op zich wel grappig. Ik ga bij deze in ieder geval de vlog afsluiten. Ik hoop dat je het weer leuk vond om te zien. Ben je nieuw op mijn kanaal, kun je je gratis abonneren door op het rondje bij mijn gezicht te drukken. Of op mijn kanaal zelf, er staat een rode button. Daarnaast staat een belletje, als je die aanklikt krijg je een melding zodra er een nieuwe video online staat. En hoef je niks meer te missen. Vond je deze video leuk, doe dan zeker even je duimpje omhoog. Dan wil ik je voor nu in ieder geval heel erg bedanken voor het kijken. En hoop ik je bij een volgende video te mogen zien. Doeg!